Het is een storybook live, hè, deze serie. En ook allemaal foto's die hij in de loop der tijd genomen heeft. En deze viel me eigenlijk heel erg op. Omdat je niet direct weet en ziet waar je nou naar kijkt. Dit is Tokio. Maar het heeft iets heel vervreemdends. Want je ziet daar elementen van een speelplaats. Maar dit is helemaal geen speelplaats. Dit is een soort non-plek. Het zijn ook speelapparaten die ooit gebruikt zijn. En nu in een hoekje daar liggen treurig te wezen. Maar het is zo vervreemdend dit. En hij weet die plekken te vinden. En ja, dit is echt... Ik vind het zo'n fascinerende foto. Ook dat perkje ook. En je mag er ook niet in hier. Er staat zo'n bord. Fascinerende foto. Ja, misschien is die Gorsia wel de meester van de melancholie, eigenlijk. Als je ook zo'n beeld weer ziet, dan denk ik, daar woedt dus iets gruwelijks is er gaande. En die vrouw die kijkt een beetje mijmerend over het water. En die heeft dat misschien helemaal niet door, dat daar een orkaan op de televisie aankomt. En dus ergens verwoesting gaande is. Maar hij brengt het op zo'n manier in beeld dat je eigenlijk de droefenis gewoon gaat voelen. Ik vind dat heel erg knap. En het komt natuurlijk door zijn belichting. Ik weet het allemaal wel. Het is prachtig in elkaar gezet. Maar hij pakt ook dat moment en die setting. Hij weet het perfect te enceneren en te plaatsen. En die vrouw, ja, dat klopt ook helemaal gewoon. Zo'n oud handje. Ze denkt over haar leven. Dat bootje vaart weg. Alles is ook bijna symbolisch te duiden. Hele mooie foto.